bij Tips en Tricks met François en Simonai. Simonai en François. Yes, Simonai en François. Hier is de 12 episode reeks saam met die Anti-Café Oorde, waarin ons levenswijsere en kampwenke met jou gaan deel. En braaitips. Vandaagse episode gaan oor hoe om jou waantje te pak voordat jy met vakantie gaan. Ons gaan met vakantie. Woe! Al eerste dinge eerste. Maak een lijstje en merk dit af soos wat jy pak, om zeker te maken dat je niks vergeet nie. Pak die zwaarste goeders heel voor in je wankie, voor die as als achter die as, zodat het niet te veel rondskuif. Nee, en as dit rondskuif, kan je altijd jouw rekkabels gebruiken om het stevig te hou. Maak ook zeker om die kostbare of delicate besittings tussen die zwaar goed te pak nie, want dit sal beskadig. En onthou ook jou noodhulpkissie. En so gepraat van pak, het ek ook een goeie systeem en een goeie wenk vir jou oor hoe om jou koelerboks te pak. Een lekkere uitdaging met de koelerbox is om jou nat en jou droë bestanddele apart te hou, sodat jy nie bijvoorbeeld met nat toebroodjies by die swembad aankom nie. So ek het een systeem ontwikkel waar jy jou ijs en al jou nat bestanddele onderin pak. Enig iets wat jy bijvoorbeeld wil hê moet koel bly of wat nat mag word. Wat is my rustig? En dan pak jy jou droë bestanddele boop. En niks gaan verloren. Nu is het tijd voor mijn braaitips. Alhoewel Simonai denkt sy weet baie van kamp, is daar één ding wat ek baie goed ken. En dat is braai. Vandaag verduidelik ons die verschillende brandstoffen wat je kan gebruiken om te braai. Al ons vleisproducten en brandstoffen word verskaf door Gerry van Impala Vleismarkt. Hallo Gerry. Eerstens het ons gas, wat altijd goed werkt voor binnenhuise braai en natuurlijk op haar reënerige dag. Tweedens het ons charcoal, wat altijd goed werkt om vinnige vleisie te tan. Derdens het ons brikette, wat altijd goed sy hitte hou en fantastisch werk op een ketelbraai. En dan natuurlijk my gunsteling, hout. Hoe donkerder die hout, hoe langer hou hy sy hitte. Hoe lichter, hoe vinniger brand hy uit. En maak seker, jy koop nie die sikkelbos langs die pad nie. Sikkelbos. Wat hy gesê het. In die volgende episode verduidelik ons jullie verschillende methodes van hoe om wat te braai. Achter ons is die berghuisie, een van vele accommodatie opties waarvan jy kan kies. Maar ons gaan nie hier bly nie. Ons gaan kamp. Soos kamp kamp. Soos hier kamp. Ja, soos in die boskamp. Ek kan dit doen. Ja. Ek kan dit doen. Skakel volgende week in vir nog tips en tricks saam met Simonai en François. En gaan like gerust die ATKV Oorde se Facebookblad om wonderlijke prijzen te wen. Ja, tot volgende week. Cheers. Ik kan het doen.